Tussen in het donker bij kunstlicht, dat geeft een speciaal sfeertje. Maar het is ook wennen, zelfs voor Mathieu van der Poel in vierde positie. Het is een verraderlijke passage. De Nederlander kan verder, maar moet wel achtervolgen. En ondertussen andere valpartijen vermijden. Van der Poel er net langs. Vooraan heeft Wout van Aert niet gewacht. Maar Van der Poel is dik in orde. En na 20 minuten krijgt Van Aert vooraan gezelschap. Laurens Zweek is de beste van de rest. Hij wordt derde. Ondertussen rijdt Van der Poel vooraan meter per meter weg. Voor half koers, zegt de heer Van der Poel. Ik doe een poging tot een formeel adieu. Wout van Aert doet er alles aan, maar hij komt tekort. Hij zal tweede worden op 55 seconden. Vooraan heeft Van der Poel tijd om te vieren en het publiek te vermaken. Hij wint voor het vierde jaar op rij bij de profs in Diegem. Van der Poel, andermaal Van der Poel. Superieur.